Het wil gewoon niet lukken eigenlijk op het moment in het leven van Donnie Roelvink. Nee, dat is niet echt een guus geluk als we het zo mogen samenvatten. Vorig jaar werd hij op zeer pijnlijke wijze overreden door een hummer tijdens opnames van een videoclip. Vervolgens, zoals we onlangs hebben gebracht, best heel serieus, kreeg hij teelbalkanker. Nou, daar is hij op een zeer goede manier van herstellende. Toen zou hij een weekendje naar Parijs gaan, maar ging hij door zijn rug en kreeg hij enorme diarree. Nou, dan denk je, dan heb ik het inmiddels wel allemaal gehad. Maar dat is helaas niet zo, want vandaag was er weer iets wat op zijn pad kwam. En kijk zelf maar even wat er aan de hand was. En vandaag zouden we naar Dubai gaan. Maar drie keer raden wie er niet naar Dubai kan. Omdat ik dus eergisteren erachter kwam dat ik mijn paspoort kwijt ben. En pas morgen weer een nieuwe kan aanvragen. Dus nu gaan we dinsdag. Dus het is alsnog niet het einde van de wereld, hè. Altijd positief blijven denken. Maar goed. Never a dull moment bij de Roelvink. Never a dull moment. En deze had hij misschien een klein beetje kunnen voorkomen. En ik vind op de schaal van erg, vind ik dit erg meevallen. Ja, dat klopt.